Proactieve zorgplanning. De proactieve zorgplanning gaat over het levenseinde en de medische behandel- en zorgvoorkeuren. Maar deze heeft vooral ook betrekking op het dagelijks leven met dementie, het regelen van preventie, welzijn, psychosociale zorg en ondersteuning. Na zijn diagnose bespreekt de heer Van Gastel samen met zijn broer en case manager de invulling van de zorgplanning. De focus ligt daarbij vooral op wat hij nog allemaal wel kan en doet. De heer Van Gastel wil graag zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen, ondersteund door bekenden. De medische zorg ligt zodoende bij zijn huisarts. Gedurende het hele dementietraject gaat de proactieve zorgplanning door. Dit helpt om voor de behandeling, zorg en ondersteuning zinvolle en haalbare doelen te stellen. Zo is in de zorgplanning onder andere de wens opgenomen dat de heer van Gastel in het verpleeghuis kan blijven wanneer hij bedlegerig wordt aan het eind van zijn leven.